Naast de Victorie heeft Alkmaar ook een meer recente geschiedenis. En daar hoort de Ringer Chocoladefabriek absoluut bij. Ooit een bloeiend bedrijf waar een felbegeerd product werd vervaardigd. Maar nu een afgedankt en verwaarloosd gebouw. Vooral de laatste opknapbeurt waarbij het gebouw werd ingepakt met wat we nu lelijke witte platen vinden, drukt nog steeds zijn stempel op het ooit zo trotse gebouw. Maar daar komt verandering in. En over 2 jaar moet de oude glans weer terug zijn. Een fantastisch plein met prachtige bomen, met een schitterend gebouw op de achtergrond. En de geweldige sfeer waar je naartoe wil, de magneet van Alkmaar. Dat ga je zien. En ja, wat het plan nu is om in 2018 hier te gaan starten met een echte chocoladefabriek en experience. Om mensen uit te leggen hoe je van een boontje naar een reep toe gaat. Maar educatief, maar ook met plezier. En ja, het moet een magneet van de stad worden naast de kaasmarkt. En ik heb een competitie, ik ben een man van competitie. Ik wil voorbij de kaasmarkt kijken of we nog meer kijkers kunnen trekken. Ik denk dat het een droom voor Doblen is. Een prachtige nieuwe stap. Daarnaast ook voor Alkmaar. Dat is een heel belangrijk punt. Het belangrijkste om Alkmaar op de kaart te gaan zetten. Naast de kaasmarkt iets heel bijzonders neer te gaan zetten. En dan in samenwerking met elkaar. Dat de stad er heel veel van gaat profiteren. Dat is wat mijn droom. Als je nou straks met kerst 2019 aan de overkant van het water loopt. Je kijkt dan deze kant uit. En je ziet niet meer van die lelijke witte platen. Maar je ziet daar een prachtig pand staan met een trekker voor Alkmaar. Word je dan een beetje warm van binnen? Ja, ik zie daar wel een magneet van Alkmaar inderdaad ontstaan. En iets wat ontzettend veel toevoegt aan de stad. Ook ontzettend veel nieuwe mensen naar Alkmaar haalt. Die anders niet naar Alkmaar waren gekomen. Ook mensen die daarna tijd hebben om de stad in te gaan. Om andere dingen van Alkmaar te ontdekken. En daarin moeten we gewoon met elkaar zorgen dat die mensen echt een geweldig dagje Alkmaar aangeboden krijgen. Nou, en daar kunnen we de komende 2 jaar ook nog met elkaar nog wel even aan werken. 1,